een systeem waarmee razendsnel kan worden gewerkt. Snelheid is bij deze dienstverlening erg belangrijk. En daarin schuilt ook meteen een bekend risico. Ja, onze branche staat toch wel bekend als een beetje de couriers, de chauffeurs, de racers op de weg. Wij zijn toch al een paar jaar bezig om die auto's allemaal te begrenzen. Als je 125 km per uur voor de bestelwagen, die rijden op de hardste weg in de regio kan worden. Ook de busjes die hier s'nachts in Duitsland ronddraaien. Maar we zoeken wel zoveel mogelijk naar voertuigen die specifiek aan de voorkant al zo zuinig mogelijk kunnen rijden. Dan moet je dus naast de grenzen ook nog denken aan differentieel kun je natuurlijk aanpassen dat je zo laag mogelijk toerental rijdt. Wij hebben gekozen om met allemaal automaten te rijden, dus moet je wel rekening mee houden dat het in de basis ook een iets hoger brandstofverbruik zou kunnen geven. Een aantal voertuigen die heel veel stops doen, tot 120 stops per dag. Dus dat vraagt dan toch ook wel weer een specifieke benadering om het brandstofverbruik naar beneden te krijgen. Dus je kunt ook ervoor kiezen om de wagens te laten programmeren op schakelmomenten. Dat is bij Mercedes. Die bepalen eigenlijk wanneer we de wagen over gaan schakelen om toch de invloed van de chauffeur zoveel mogelijk buiten beeld te houden. Door de hoge literprijs heeft het brandstofverbruik vanzelfsprekend een flinke invloed op de zogeheten total cost of ownership. Patrick in Fun zit daarmee.